Weet je, als je een film hebt gezien, een goede film, soms heb je dan tikt iemand je aan, nou, vond je ervan? En in de beste gevallen weet je dat antwoord helemaal niet meteen. Dan wil je ook helemaal niet gestoord worden nog meteen. Dan wil je even een paar seconden om tot je te komen en het even door te laten dringen wat je net hebt gezien. Dat moment, dat vind ik het fijnst. Maak kennis met de nieuwe artistiek directeur van het Internationaal Filmfestival Rotterdam, Bero Beijer. Sinds 6 maanden zwaait hij de scepter over het IFFR en aankomende woensdag komt zijn programmering uit. Dit is waar de magie is geconcretiseerd in gekleurde briefjes. Ja, wat is het precies? Dit zijn alle dagen van het festival. Exclusief de opening, want dat is natuurlijk een bijzonder moment. En alle zalen waar we in draaien. En alle films die dus op bepaalde slots zijn geprogrammeerd om te kunnen zien. Dat is een hele puzzel. Ja, dat is een hele puzzel, ja. Er is deze hele afdeling, die is daar heel druk mee bezig geweest. Maar het mooie van de puzzel is, op een gegeven moment is die compleet en dan zie je een plaatje. Het is een heel mooi plaatje geworden. Ik heb hiervoor zowel als producent gewerkt, ook bij het Filmfonds. En op een gegeven moment kom je erachter dat je met precies hetzelfde bezig bent. Ik kijk hetzelfde van verschillende standpunten. Mijn uitnodiging aan jou en de rest is, iedereen die kijkt, om dat ook te doen. Zet je wereld maar eens even op z'n kop. Bekijk maar eens van de andere kant. Het is allemaal hetzelfde, het leven is niet veranderd. Maar als je het anders bekijkt, ziet het er heel anders uit. We gaan nu naar de boompjes. Wat gaat er gebeuren? We gaan vlaggen hijsen. En we hebben nog geluk ook, want de zon schijnt. Hoe is het gesteld met filmtalent in Rotterdam? Daar ligt nog een wereld te veroveren. Laten we heel eerlijk zijn, nou, er is tussen het feit dat je een bepaalde kritische massa nodig hebt om echt mooie dingen te kunnen maken, echt ook gewoon economisch en financieel te kunnen maken, is het in Rotterdam de afgelopen jaren niet het allermakkelijkst geweest. Niet elke film die je maakt als je eerste film is meteen goed. Soms is het pas de 10e film, maar je moet wel kunnen bouwen aan talent wat heel makkelijk te herkennen is. En wat moet ik doen als jonge Rotterdamse filmmaker om een screening te krijgen op het filmfestival? Goede film maken, gewoon een goede film maken. Elke goede film krijgt zijn kans. Als ik iets heb geleerd in al die jaren ook ploeteren met mijn eigen films, als je eenmaal een goed idee hebt, dan komen mensen ook met je mee. Dan helpen ze je ook. Nou, moeten er nog 2 gehesen worden? Ja, als ik dat allemaal had moeten doen, jongens, dan waren we wel een tijdje bezig geweest natuurlijk. Hallo. Les, welkom. Hallo, Bero. En leuk dat je er bent. Ja, dat was de vlag. Hij hangt. De zon schijnt, de lucht is blauw. Filmfestival, kom maar gauw. Ja.